Wie ben je? Waar val je op? Hoe identificeer je je? Wat is je plaats in de wereld? Waarom lijk je zoveel meer op zoek te zijn naar antwoorden dan andere twintigers? Mijn naam is Esther en dit zijn enkele vragen die ik mezelf constant stel. Ik val op vrouwen en verkleed me soms als fictieve personages. Ik denk niet dat ik me 100% vrouw voel. En als kind voelde ik me altijd een beetje anders dan anderen. Nu, op het punt dat ik ga afstuderen en de wijde wereld intrek, ga ik proberen antwoord op deze vragen te vinden. Op de lagere school heb jij een periode gehad dat je niet zo best in je vel zat. Dat je erg onzeker was en dat had ermee te maken dat jij jezelf anders voelde dan anderen in de klas. Bepaalde fases in je breinontwikkeling zijn nog volop bezig als je in het begin van je 20 bent. En dat heeft heel veel te maken met hoe je de wereld om je heen ziet en wat je voor mogelijk ziet. En ja, als je je van jongs af aan toch steeds anders hebt gevoeld dan andere mensen, dan ben je misschien wel wat langer op zoek naar, maar wie ben ik dan wel en waar pas ik dan wel bij, waar hoor ik dan wel bij? Het is toch wel een opluchting om te horen dat ik niet achterloop. Maar ik kan niet de enige zijn die zich zo voelt, toch? Daarom ben ik een zoektocht begonnen naar mijn identiteit. In een poging het te vinden heb ik research gedaan, boeken gelezen en heel veel gesprekken gevoerd. Ik vond mensen in mijn fysieke of online omgeving die net als ik afwijken van de norm. Ik stelde ze de vragen die ik mezelf stel. Heb jij mensen die je zeg maar ziet als rolmodellen? Ik denk het niet. Do you feel represented in media? No. This is a constant thing I have that even when I see like a remotely masculine woman, like they exist, but they're nothing to do with me. Like, you know, when you get gender-conforming women who are like, a woman can be kick-ass and be feminine. And it's just like, so a woman can look however she likes as long as it's not masculine, you know? And then if she is masculine, she can still be attracted to men, you know? So it's like, I'm nowhere. Als je je niet kan herkennen in je directe omgeving en in de media, ga je nog harder op zoek naar anderen om je aan te spiegelen. Mensen hebben altijd wel mensen nodig. Ja, een stukje van iets waar je bij hoort. En dat kan letterlijk een plek zijn en dat kan ook een sociale context zijn. Generally, if I find inspiration, it's because I see other regular gay people walking around, you know? Mm. And inspired and respect for them just existing because I see them, not because I see someone like me everywhere. You know what I mean? Community vind ik zo belangrijk. Ook in cosplay. Cosplay. Een hobby waarbij je je verkleedt als personages uit games, series of films. Ik zie in mijn omgeving de positieve impact die het kan hebben op expressie, zelfherkenning en verbinding met gelijkgestemden. Want naast een hobby is het ook een community vol outsiders die cosplay hebben gevonden als manier om hun eigenheid te uiten. Cosplay is voor veel mensen ook denk ik een soort van tool om toch de dingen te doen die ze soms niet durven. Ik weet niet, ik denk dat cosplay ervoor heeft gezorgd dat ik wat meer open ben en ook wat creatiever. Want soms weet ik ook niet wat ik met mijn creativiteit aan moet. En weet je, ik heb mijn haar al geverfd, dus dat kan ik niet doen. Boom, nu heb ik een cosplay van een meisje uit een horrorfilm. Je moet ergens de creativiteit uitlaten. Weet je, als je een soort van opgroeit in deze maatschappij, dan word je gewoon verteld als man dat je bepaalde stereotypes moet vervullen om een man te zijn. En ik had altijd het gevoel dat ik daar niet echt altijd aan voldeed en daardoor een minder persoon was. En toen door cosplay kwam ik erachter dat ik toch meer neigde naar vrouwelijke karakters en dat ik die veel interessanter vond. En uiteindelijk ben ik dus bezig gegaan met Cruella, wat echt een soort van
doorbraak was voor mij of zo. En het is zo raar om te zien van, je hebt blijkbaar, heb je die zelfverzekerdheid. Waar komt dat dan vandaan? Ja. Waar komt dat vandaan? Misschien was het er altijd al en had je gewoon een excuus nodig om het te uiten. Of het is iets wat je door de jaren heen opbouwt. I have literally been involved in theater my entire life. Like there is, I have no conscious memory of not doing theater. Like I was doing theater before I knew what that word meant. Klinkt heel cliché, maar dat heeft heel mijn leven eigenlijk wel veranderd, theater. I think it's responsible for like a lot of me having any confidence. Dat ik nu door middel van acteren, door middel van iemand anders te zijn, juist mezelf heb gevonden. Maar het blijft natuurlijk een zoektocht, want je kan nu ook wel zeggen van ja, ik voel me heel erg mezelf, maar iedereen is jong en niemand weet nog precies wie of wat hij is. Ik geef mezelf ook niet echt meer een label op dat gebied, maar ik ben wel altijd heel open op social media over mijn transitie. En mijn plaats binnen de community is eigenlijk vooral dat ik heel graag mensen wil helpen ermee door mijn verhaal te delen, maar ook via theater dat ik maak, maar ook via social media als ik daar dingen op zet. Kijk, ik bedoel, met alle hobbels en risico's die internet en social media ook met zich meebrengen, is het wel makkelijker om mensen te vinden die rolmodellen te vinden van mensen met wie je wel kunt identificeren, maar ook gewoon een soort van zielsverwanten te zoeken. Social media maakt het voor onze generatie zoveel makkelijker om gelijkgestemden te vinden, om onze eigen communities te bouwen. En tegelijkertijd onszelf te presenteren aan de buitenwereld. Indirect helpen wij elkaar door simpelweg zichtbaar te zijn. Our generation got to grow up with like the birth of YouTube and vloggers and stuff. I remember YouTube being really important for a lot of gay people because it was like the first time we had any one just to look at, let alone talk about. They didn't have to talk about our stuff. They could just exist and be visible to us, you know? Eén zo'n persoon die out there is en ook bereid is om persoonlijk hulp te bieden, is drag king Adam All. The gender that I perform is maleness, not necessarily masculinity or femininity, but maleness. And I do that in a cabaret style with music and dance and costumes and jazz hands. Ik sprak met Adam over drag, wat het inhoudt, de community en hoe het hem en anderen heeft geholpen hun identiteit als non-binair te vinden en te uiten. The first question people ask when they look at me is, what is it? And I think that drag gave an enormous escape from that because I present so cleanly as a man that there is no question. And so it gave me sort of a power and a freedom that I didn't have otherwise. Part of what you're doing as a drag artist is educating, just making people aware that there are other kinds of people with other kinds of expression and this isn't weird and we're not aliens from outer space. Drag is een kunstvorm die je eindeloos laat spelen met gender. Het laat zien dat de lijn tussen man en vrouw niet zo hard is als soms gedacht wordt. En ik vind het fijn om even te kunnen experimenteren met mijn mannelijkere en mijn vrouwelijkere kanten. Maar drag is slechts een expressie, geen identiteit. Ik denk dat iedereen van binnen wel de drang heeft om zich te laten zien en om een eigen stijl te hebben en om authentiek te zijn. En ik denk dat theater dat wel heel erg laat zien. Ik denk wel dat theater campy is. Ja. Gerelateerd aan drag is camp. Een stijl die draait om overdrijving, over de top zijn en het extreme van alles opzoeken. Voor sommigen de perfecte plek om te spelen met afzetten tegen de norm en het verbreden van hun expressie. Is dit het antwoord dan? Zou ik mezelf camp noemen? Zou jij jezelf een camp noemen? Absoluut niet. Ik zou misschien wat ik zou willen doen, of wat ik als cosplay of als drag, dat ik dat wel als camp kan zien. Omdat ik dan, je trekt een kostuum aan, je embody de character. Camp is moeilijk te definiëren. Ik denk dat ik daar genoeg voor ben, weet je wel. Nee, same. Plus ik kan wel leven zonder de label anyway. Dus ik hoef er ook niet voor te vechten, it's fine. Onderhand is ook camp weer een term voor op de stapel. Zoeken op het internet en social media heeft me meer verschillende mensen en vormen van expressie laten zien. Dit heeft me geleerd dat er zoveel is. En ik vind het heel overweldigend.
Uiteindelijk gaat het erom, zo mooi gezegd, thuiskomen bij jezelf. Ja. Landen in wie je daadwerkelijk bent. Ik denk dat ons omgang met andere mensen eigenlijk, hoe wij omgaan met andere mensen, is denk ik een spiegel voor wat er binnen in ons gebeurt. Op zoek naar mijn plaats in de wereld heb ik deze eigenlijk zelf gemaakt, door te kiezen met wie ik mij omring. De mensen met wie ik praat, de mensen waartegen ik opkijk. Social media en online communicatie zijn hier een gigantische hulp in geweest. Toch is het tegelijkertijd een zegen en een vloek. Je hebt nog steeds allemaal notificaties van overal. Het is gewoon een hoop. Hoor je dat gewoon weg? Doe je? Ja, gewoon mijn hele telefoon. Dus. Ja, gewoon in de zee jieten. De zoektocht naar identiteit is complex en soms enorm overweldigend. Gender, seksualiteit, interesses, ervaringen, je sociale cirkel. Het zijn allemaal dingen die beïnvloeden wie je bent en hoe je jezelf positioneert in de wereld. Ik heb geen simpel antwoord op de vragen die ik mezelf stel. En dat is oké. Voor mij is dit pas het begin van de zoektocht. Ja, hier de documentaire maakster zit nu te eten. Ja, gezellig.